Om in te spelen op de behoeften vanuit de particuliere sector heeft de herstart van het Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector plaatsgevonden. Hieraan gekoppeld is ook een website gelanceerd waar ondernemers zich kunnen registreren voor een lening. Deze formaliteiten hebben op woensdag 15 juni 2022 plaatsgevonden bij de Nationale Ontwikkelingsbank NOB als beheerder van het fonds. NOB-directeur Sandy Cameron en voorzitter Jaswant Dukaran van de permanente commissie geven een uiteenzetting over de noodzaak en het doel van het fonds. Vandaag heeft de launch plaatsgevonden of de officiële herstart van het Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector. Wat houdt dit in? U zegt het zelf, het is de herstart van het Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector. Het Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector is voor de particuliere sector. Het ministerie van Financiën geeft hiermee een goede ondersteuning richting de particuliere sector. Binnen de permanente commissie is de particuliere sector ook vertegenwoordigd. Mevrouw Heliante McDonald vanuit de Vereniging Bedrijfsleven, VSB. En ook de heer Adit Munsi vanuit de ASFA. Samen wordt er gewerkt aan, is er gewerkt aan de totstandkoming van de FTBP, zo wordt die afgekort genoemd. De bedoeling is om richting de particuliere sector de stimulans te geven. Zoals bij de launch al eerder aangegeven en ook vermeld in de brochure, zijn er in feite bestemd voor studies, ondersteuningen, voor certificeringsprocessen, voor trainingen. En als we kijken naar studies, denken we aan subsectorstudies, aan pilotstudies en ook in feite feasibilitystudies. Datgene in feite wat voor de particuliere sector bestemd is. Wat is de noodzaak van dit fonds? De noodzaak is in feite, zoals ik eerder zei, is een stimulering richting de private sector. Er is een noodzaak geuit, de private sector dient vooruit te gaan. En het ministerie van Financiën geeft hiermee de ondersteuning richting de private sector om stappen vooruit te komen. Hoe groot is de behoefte? Is dat onderzocht? Op zich in dit geval, de private sector is in goed overleg geweest met het ministerie van Financiën. Er is daar al een behoefte aangegeven. Het Fonds Technische Bijstand die stond er al een hele poos. Vanwege omstandigheden was er geen vooruitgang. We hebben dus nu gemeend om een andere dimensie aan te geven, een extra stimulans. En van daaruit nu dat het fonds operationeel wordt gemaakt. Wat zal de meerwaarde zijn van dit fonds voor de sector? De sector kan aanvragen indienen voor een krediet, welke in feite ook terugbetaald moet worden. Er is in feite bestemd voor sectorstudies, feasibility studies, om een stukje innovatie aan toe te voegen aan het bedrijfsleven. Waarbij dus behalve dat gedeelte ook een stukje certificering bij komt kijken, trainingen, maar ook managementbegeleiding voor het bedrijfsleven. Als we nu kijken richting het stukje wat nu zeer belangrijk is en waarvan veel gesproken wordt, een stukje van local content, onze eigen bijdrage, wat kunnen wij vanuit het bedrijfsleven betekenen en hoe kunnen wij bijbenen? We weten dat de private sector een bepaalde ondersteuning nodig heeft. Ze maken het steeds kenbaar. Vandaar ook dat het bedrijfsleven ook vertegenwoordigd is binnen het permanente commissie via de ASFA en via de VSB. Vandaag heeft de launch plaatsgevonden van een fonds in het kader van technische ondersteuning voor ondernemers, de particuliere sector. Wat kunt u ons hierover vertellen? Goedemorgen. Het fonds is dus bedoeld voor onderzoekstrajecten. Middels dit fonds kunnen dus ondernemers in aanmerking komen van het doen uitvoeren van een feasibility studie, een marketing studie, hun certificeringstrajecten. U weet in het kader van local content is er behoefte aan certificering. Ze kunnen dus daarvoor ook financiering krijgen. We doen sectorstudies, specialistische bijstand en ook korte trainingen. Er zijn dus ook bedrijven die behoefte hebben aan korte trainingen om dus de upgrading van de mensen te doen. Hoe zal de screening geschieden? Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen? De criteria die hebben we dus ook op de website, die zijn op de flyer te bezichtigen. De criteria zijn simpelweg dat er dus bij elk product een koppeling is. Er is bijvoorbeeld bij sectorstudies een eigen inbreng vereist, er is een maximaal bedrag. En in principe als u voldoet aan gewoon wat op de flyer staat, dan kunt u in aanmerking komen. En we gaan dus natuurlijk ook de organisatie screenen die indienen. En als dat positief bevonden is en het doel van de studie is duidelijk en dat die ook een toegevoegde waarde heeft qua duurzaamheid, dan wordt dat gefinancierd. Hoe staat het met de toegankelijkheid voor ondernemers wanneer het om dit fonds of middelen uit het fonds gaat? Wie kunnen allemaal in aanmerking komen? Onze doelgroep is dus de KMO, de kleine en middelgrote ondernemingen. Die kunnen in aanmerking komen en zoals ik eerder aangaf,
middels het indienen van het aanvraagformulier. We hebben dus binnen de permanente commissie vertegenwoordiging van de ASFA en de VSB. En ook op die manier proberen we dus dichter bij de ondernemers te komen, zodat ze ook dus de bekendheid hebben van het fonds en ook weten waar ze terecht kunnen om voor dit fonds in aanmerking te komen. Mag de voorzichtige conclusie getrokken worden dat dit fonds ook bedoeld is om de economie van Suriname, zeg maar, op hoger niveau te brengen? Dit fonds is bedoeld om de private sector te stimuleren en dat zal natuurlijk zijn effect hebben op de economie. Maar in eerste instantie is het dus om de particuliere sector die push te geven en ondernemerschap te stimuleren. En uiteindelijk zal dat wel resulteren in een stimulering van de economie. Zijn er naast dit fonds ook andere fondsen of diensten waarop de gemeenschap zich kan beroepen via de bank? Er zijn een aantal fondsen. De NOB is dus een expertise in fondsbeheer. We hebben naast het Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector het Garantiefonds. En wat is het Garantiefonds? Er zijn vaak heel goede projecten buiten, maar ze hebben dus een tekort aan collateral. Dat zijn dus de zekerheden. En het Garantiefonds komt dus daarin. Een bankinstelling die dus een goed project heeft, maar dus zegt van hey, zekerheden schieten tekort, kan dus een garantie aanvragen bij het Garantiefonds, waardoor het project wel wordt gefinancierd. Dat is dus in het kort gewoon het centraal gedeelte van het Garantiefonds. Daarnaast hebben we het Fonds Studiefinanciering. Dat is dus voor studenten voor dus hoger onderwijs. En we hebben ook het Studiefonds Medische Specialistenopleiding. Dat is dus voor de artsen die naar het buitenland gaan om te specialiseren. Naast deze fondsen heeft de NOB ook hun eigen lijnkredieten. Dat is dus kredietverstrekking die de NOB doet met haar eigen middelen. Oh.